Oké, goedenavond iedereen. In deze plaats bedankt voor de uitnodiging en ook voor de inleiding, Cedric. Wat ik voorstel is dat we het komende uur nadenken over artificiële intelligentie in het bijzonder. Het kan ook wat ruimer, wat mij betreft, over niet-slimme technologie in het algemeen. En dat we dat doen vanuit een bepaald perspectief, meer bepaald een filosofisch perspectief. Maar goed, filosofie is natuurlijk heel breed, heeft heel veel subdomeinen. En mijn voorstel is dat we dat doen vanuit een bepaalde filosofische blik, namelijk de moraal-filosofische of synoniem ethische blik op technologie. Mijn naam is Lode. Ik ben verbonden aan het HIW, het Hoger Instituut voor Wijsbeheer van de KU Leuven. Een eerste psychologieopleiding hier in Gent gedaan, een filosofieopleiding in Leuven. Totaal andere dingen gedaan, een postdocperiode. Maar sinds de laatste 6-7 jaar ben ik mij gaan toespitsen op techniekfilosofie, een wat onbekend domein, althans in Vlaanderen, een heel boomend domein in Nederland. Dus ik geef vooral les aan ingenieurs, industriële ingenieurs, aan de KU Leuven in Brugge, Brussel en Leuven enzovoort. En daarnaast uiteraard onderzoek. Dat onderzoek dat heb ik deels samengevat in het boek dat naar Cedric al verwezen heeft, Wij Robots. Dat was het onderzoek van de voorbije 3-4 jaar. Vandaag gaat mijn onderzoek en straks iets meer daarover over sociale media en polarisering. Als u vanavond, vannacht, morgen, volgende week, binnen 2 weken nog vragen zou hebben, kunt u mij uiteraard altijd een e-mailtje sturen op lode.lauwaard@kuleuven.be. Cedric verwees daarnaar. Als er vragen zijn, straks na het uur, uiteraard. Maar als u ondertussen vragen zou hebben en misschien minder de discussievragen, maar meer verhelderingsvragen, aarzel alstublieft niet om mij te onderbreken en echt wat toelichting te vragen, moest iets onduidelijk zijn of ik erop heb gesproken of iets onduidelijk heb uitgelegd. Dus dat is absoluut geen probleem, helemaal niet onbeleefd. Goed, er zijn in het boek 3 hoofdstukken. Drie hoofdstukken, daar is een specifieke reden voor. Je kunt heel veel dingen doen. Laat ik het mij corrigeren. Je kunt denk ik als filosoof denk ik weinig dingen doen als het gaat over technologie. Als het gaat over artificiële intelligentie. Maar je kunt wel een aantal dingen doen. En wat ik kan doen als filosoof is mij toespitsen op een aantal zeer populaire, vrij oude, soms heel diep gewortelde overtuigingen, beweringen, theorieën, stellingen enzovoort. En wat ik heb gedaan is, ik heb mij gericht op 3 van die diep gewortelde overtuigingen en elk hoofdstuk opgehangen aan 1 van die overtuigingen. Eerst is dat technologie neutraal is. 2, AI is disruptieve technologie en daar ga ik straks eigenlijk de komende uur op focussen. En het 3e hoofdstuk is opgehangen aan de idee dat technologie onze samenleving determineert. Wat ik telkens heb gedaan is, laten we zeggen, 2-3 luiken. Eerst luik is vrij conceptueel. Wat bedoel ik daarmee? Ja, het is heel aantrekkelijk half interessante, half vage stellingen naar voren te schuiven, van een soort van diepzinnigheid naar voren te schuiven die gepaard gaat met dat soort van stellingen. Daar heb ik het tamelijk hekel aan. Dus wat ik probeer te doen is, kijk, kraakhelder, glashelder uitleggen van kijk, als je zegt dat iets neutraal is, als je spreekt over technologie, als je spreekt over artificiële intelligentie, ja, wat bedoel je eigenlijk? Het is niet moeilijk om een heel aantrekkelijke stelling naar voren te schuiven als CEO van een bedrijf. Kijk, wat ik nu verkondig is echt disruptieve AI. Ja, maar wat bedoel je eigenlijk? Wat bedoel je niet? Waarom zeg je dat? Waarom zeg je dat niet? Dus eerst idee is... Microfoon aanstaan. Eerst de praktische dingen. Kijk, conceptuele verheldering. Glashelder uitleggen, wat bedoel je, wat bedoel je niet. Een 2, meer evaluatieve luik dat ik aan elke stelling heb gekoppeld, namelijk wat zijn de argumenten eigenlijk. Dus natuurlijk, het zou wat nozel zijn om te zeggen dat technologie neutraal is, maar zonder sterke argumenten daarvoor naar voren te schuiven. Wat zijn die argumenten? En ja, in welke opzicht houden die steek, in welke opzicht houden die geen steek? En wat zijn de tegenargumenten? Mijn idee is, of mijn conclusie is, voor elk van de 3 stellingen, voor het hele boek met andere woorden, ik denk dat geen enkel van de 3 stellingen juist is. Daarmee bedoel ik, natuurlijk wat direct wat nuanceren, geen enkele van de 3 stellingen is volledig juist. Ik denk dat heel veel technologieën neutraal zijn. Ik denk dat heel veel technologieën niet neutraal zijn. Dus de neutraliteit van technologie is helemaal niet noodzakelijk. Sommige technologieën zijn duidelijk geladen met morele waarden. 2, daar ga ik straks op inzoomen. AI is disruptieve technologie. Ja, als het gaat over economie, militaire zaken, politieke zaken enzovoort, daar kan ik eigenlijk weinig over zeggen. Ik ben geen militaire theoreticus, ook geen politiek wetenschapper, ik ben een filosoof. Maar ik kan dus wel iets zeggen over ethiek.
En dus ik denk als het gaat over ethiek, dat AI op ethisch vlak helemaal niet disruptief is. Dat zal de stelling straks zijn. En als het gaat over het determineren van technologie, of door technologie van onze samenleving, denk dat dat ook onjuist is. 2 minuten iets over de eerste en 2 minuten iets over de derde stelling. Waarom is technologie, denk ik, sommige technologie neutraal? Ik had het over deze pointer bijvoorbeeld. Ik heb het over een hamer. Ik heb het over een wiel, een fiets, een stoel. Misschien een wagen ook. Ik denk dat je die zaken, bijvoorbeeld een hamer, een boormachine of een pointer, ik denk dat je die zaken kunt beschrijven, op een voldoende manier kunt beschrijven, zonder op een of andere manier ook te verwijzen naar een morele waarde, een morele norm, een ideologie bijvoorbeeld, een bepaald perspectief, een bepaalde zienswijze, een bepaald stereotype. Ik denk dat dat geldt voor een tamelijk groot aantal artefacten die in de loop van de geschiedenis, in de loop van, laten we zeggen, 1000 jaar oude menselijke geschiedenis, de mensen die hebben in die geschiedenis dingen gemaakt, gefabriceerd, en je kunt die dingen voldoende begrijpen zonder te verwijzen naar morele waarden. Dat geldt zo, denk ik, voor een bepaald type van artefacten, van tamelijk type van technologieën. Basale zaken, zoals bijvoorbeeld een wiel, een fiets, een hamer, een pointer enzovoort. Of een baksken bijvoorbeeld. Maar dan denk ik dat niet geldt voor een groot aantal andere zaken. Meer recente, meer geavanceerde technologieën. En zeker en vaste slimme technologieën. Een voorbeeld van een technologie waarvan ik vermoed dat die helemaal niet neutraal is, is de facial recognition die gebruikt wordt op tal van plaatsen, in luchthavens bijvoorbeeld. Wat blijkt? Die AI is natuurlijk getraind. Getraind met data, getraind met foto's. Dat betekent foto's die vaak afkomstig zijn van ImageNet. ImageNet bevat een bepaald groot aantal miljarden foto's. Maar ja, ImageNet bevat foto's van een bepaald segment van de populatie, van de wereldbevolking. Van wie? Van de blanke, middenklasse, meestal mannen. Dat betekent, facial recognition, gebaseerd of getraind aan de hand van data van ImageNet, werkt enkel voor een bepaald segment van de bevolking. Ja? Slimme technologie. Domme technologie tussen haken. Scheermesjes. Uit de jaren 80. Philips heeft scheermesjes gemaakt. 2 soorten scheermesjes. In een soort van scheermesje, als die niet meer werkte, was daar een soort van herstelmechanisme aan verbonden. Kon gerepareerd worden als ze kapot waren. Er waren 2 soort scheermesjes die, als ze kapot waren, ook kapot bleven. Want er was geen herstelmechanisme meer aan verbonden. U raadt het natuurlijk al. De eerste soort van scheermesje was voor wie? Was voor de mannen. Ja, mannen zijn geïnteresseerd in technologie, ook in wetenschap. En als ze daar geïnteresseerd in zijn, zij kunnen dat ook herstellen. Ja, vrouwen, ze zijn niet geïnteresseerd in technologie. En zelfs al zouden ze geïnteresseerd zijn in technologie, ja, dan kunnen ze dat niet herstellen. Dat is een soort van oudbollige, dwaze, traditionele stereotype dat vastkleeft, als het ware, aan die technologie. Natuurlijk in een figuurlijk opzicht. Maar het is heel, heel moeilijk om te beweren dat die technologie neutraal is. Daar hangt een bepaald dwaas stereotype aan vast. Dat is ook zo voor gsm's. Dat is ook zo voor wagens trouwens. Heel veel wagens zijn afgestemd op wie? Op de gemiddelde lengte van mannen. Dat geldt ook zo voor gsm's. Dat geldt ook voor wagens. En je zou kunnen zeggen, voor gsm's is dat misschien, ja, of smartphones, is dat misschien wat, ja, onschuldig. Dat die vrij goed liggen in de gemiddelde hand van een man en minder goed in de gemiddelde hand van een vrouw. Ja goed, who cares? Oké, dat is misschien wat onwennig, wat ambetant, vervelend. Dat is misschien niet politiek correct, maar goed, is dat erg? Wel, voor wagens is dat misschien toch wel anders. Omdat gemiddelde wagens zijn afgestemd op de gemiddelde lengte van mannen, mannenlichaam. En dat heeft natuurlijk wel serieuze gevolgen. De kans op een whiplash is tamelijk groter bij een vrouw. Kans op een dodelijk ongeluk is groter bij een vrouw, precies omdat het gemiddelde lichaam van een vrouw niet is gemaakt voor een wagen. Of omgekeerd. Tussen haken, sinds een aantal jaren, ik denk dat het bij Volkswagen is, dat er ook houders gemaakt worden op vrouwenmaat. Technologie is dus, denk ik, in een aantal voorbeelden, slimme, domme, traditionele, niet-traditionele zaken, niet neutraal. Bekendste voorbeeld daarvan. En ook de persoon die dat wat geïntroduceerd heeft, dat neutraliteitsdenken, of het ondermijnen van dat neutraliteitsdenken, is Langdon Winner geweest. Een aantal decennia terug. U kent het verhaal wellicht, stadsplanoloog Robert Moses, die een bepaald type van bruggen heeft gebouwd in New York. En bruggen over de wegen die leiden naar Long Island, een bepaald strand in New York City.
Die bruggen die waren vrij laag gebouwd. Die waren vrij laag gebouwd met als gevolg dat een bepaald type van voertuigen niet onder die bruggen kon rijden. Dat waren bussen. Bussen die natuurlijk in de eerste plaats gebruikt werden door mensen uit de Afro-Amerikaanse gemeenschap, omdat zij niet de financiële middelen hadden om wagens te gebruiken. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, of kopen, je zou natuurlijk kunnen zeggen, dat is een technische, wetenschappelijke misrekening van Robert Moses, maar dat was het uiteraard niet. Er lagen bepaalde onwenselijke motieven aan de grondslag, meer bepaald segregatie, racistische motieven. En met andere woorden, die bruggen die waren wel degelijk gemaakt met een wel bepaald moreel onwenselijk doel voor ogen, namelijk een heel wit, segregeerd strand. Enkel witte mensen, geen mensen van Afro-Amerikaanse origine. Zijn die bruggen neutraal of niet? Ik denk dat je het moeilijk kunt vasthouden of volhouden dat die technologie iets neutraal is. Dat voor de eerste stelling. De laatste stelling, kort ook daar iets over, is een heel populaire stelling. Die stelling trouwens is veel gehoord onder ingenieurs, journalisten, maar ook heel veel filosofen. Vrij oud, ook al ze gaat al terug tot de 4e eeuw voor Christus, tijden van het stoïcisme. Dacht men al dat alle dingen die mensen maken, dat eigenlijk puur artefacten zijn, puur neutrale zaken zijn. Maar die stelling is minstens even oud en nog even wijd verspreid. Is de stelling, technologie geeft vorm, determineert onze samenleving. Ik heb in het laatste hoofdstuk van het boek, heb ik een aantal versies van dat determinisme denken onderscheiden. En een van die versies heeft te maken met, of focust op, sociale media en polarisering. En dus je zou kunnen zeggen, kijk wat daar staat, kun je eigenlijk vertalen naar iets heel concreet, namelijk, sociale media polariseert onze samenleving. Heeft een polariserend effect op onze samenleving, duwt de samenleving in een welbepaalde richting, namelijk in een polariserende richting. Een heel populaire stelling. Mijn buikgevoel zegt dat klopt. Wellicht een groot aantal onder jullie meent dat wellicht ook. En je moet niet lang discussiëren op een halfzat familiefeest om tot dat soort van conclusies uit te komen. Obama heeft ernaar verwezen, De Wever verwijst ernaar in een interviewboek, sinds kort uitgegeven. Eerst een hoofdstukje over polarisering, heel populaire stelling, sociale media polariseren. Maar mijn huidige onderzoek gaat daarnaar, of gaat daarover, focus daarop, precies omdat het zo diep verworteld zit. En wat ik eigenlijk in de eerste plaats doe is, weinig filosofie, er is heel veel wetenschap van polarisering en sociale media. En om je gerust te stellen, dat blijkt toch allemaal tamelijk goed mee te vallen. Als u daarover zorgen zou maken. Eerste vraag is natuurlijk een vrij conceptuele vraag. Wat bedoel je precies met polarisering? Wat mij interesseert is die begrippelijke vraag. Polarisering lijkt iets te zijn dat vrij duidelijk is, maar als je de literatuur wat doorneemt en verder doorbladert, zowel de niet-academische als de academische, is daar geen eenduidigheid over. Je kunt minstens 2, 3 onderscheidingen maken. Sommigen verwijzen met de term polarisering naar, ik heb een overtuiging. En in de loop van tijd, onder andere bijvoorbeeld door sociale media, wordt die overtuiging steeds sterker en sterker. En schuif ik maar meer op in de richting van een extreme overtuiging. Dus polarisering valt hier als het ware samen met meer extremisering van onze overtuigingen. En dat zou ook zo gaan voor het rechter- of linkerhelft van het politieke spectrum. Dat is polarisering op een heel individueel niveau. Maar je kunt natuurlijk ook polarisering directeren, of je kunt het over polarisering hebben op een meer populatieniveau. Wat kun je daar zeggen? Kijk, er zijn meer en meer mensen die zich organiseren of zich verzamelen rond een bepaald type van overtuiging. En de Amerikaanse samenleving, of de samenleving van de Verenigde Staten, die zou daar een type voorbeeld van zijn. En tot in de jaren 70, 80 was de Amerikaanse samenleving, je had links-rechts, liberaal-democraat, rechts-republikein. En in het midden had je ook nog tamelijk veel mensen. Mensen die soms republikein waren, soms democraat waren. Een soort van polarisering op populatieniveau zou betekenen dat, en dat blijkt feitelijk ook wel het geval te zijn, is dat er meer en meer mensen in ofwel dit kamp vallen, in ofwel dat kamp vallen. En dan heb je polarisering op een populatieniveau. De meeste mensen zijn ofwel democraat, ofwel republikein. En dat is een tweede vorm van polarisering die je kunt onderscheiden. Dat is één iets dat ik wil zeggen. Ik wil nog twee andere zaken zeggen. Als je denkt dat, of als je de stelling verdedigt dat polarisering, of dat sociale media polarisering, dan lijkt het echt een ozel te zijn dat als je daarmee bedoelt dat
sociale media polarisering induceren. Want dat is natuurlijk feitelijk gezien onjuist. Tamelijk veel evidentie, politiek, wetenschappelijk, sociaal-wetenschappelijk evidentie, dat polarisering in, in tal van landen, trouwens niet alle landen, niet bijvoorbeeld in Australië, dat heel veel landen gekenmerkt worden of karakteriseerd worden door een tendens van polarisering en dat die al 4, 5, 6 decennia teruggaat. In de jaren 50, 60 is die ontstaan, die tendens tot polarisering. Dus als er vandaag polarisering is door sociale media, dan is dat hoogstens dat, zo dat sociale media een bestaande tendens versterken. Dat is één iets. En sterker vermoedens onder politiek wetenschappers en mediaonderzoekers is dat slechts een bepaald percentage van de polarisering verklaard wordt door sociale media. Meer bepaald gaat het over 6-10%. Dus als er polarisering is, blijkt het geval te zijn, is er maar een heel klein fragment van die tendens die verklaard wordt door sociale media. En tot slot, ik kan daar nog langer over doorgaan, maar ik ga dat niet doen. Ik ga me focussen straks op die tweede stelling. Tot slot, als je dat probeert te verklaren, dat kleine fragment van die tendens tot polarisering door sociale media, de meest gehoorde verklaring is, ja, we leven in filterbubbels. Ik bedoel, we zitten allemaal op Facebook, Instagram, weet ik veel wat. En we lezen artikels die onze eigen bestaande overtuigingen bevestigen, confirmeren. En ja, het is wellicht door die bubbel, door die echokamers waarin we geworteld zitten, als het wat gevangen zitten, dat onze overtuigingen sterker worden. Wel, ik heb ook de indruk dat dat klopt. Enfin, als ik verhalen hoor van mensen. Heel veel mensen hebben die verklaring die ze naar voren schuiven. Wel, er is geen vagigheid, er is ook een filosoof die dat beweert. Er is tamelijk veel wetenschappelijk onderzoek dat daarnaar verricht wordt. En wat is de vaststelling? Is dat de diversiteit offline veel kleiner is dan de diversiteit online. Dus de bubbels waarover wij zo klagen op Twitter, bijvoorbeeld Facebook en andere sociale media, die blijkt tamelijk sterk mee te vallen. In eerste opzicht omdat de diversiteit daar groter is dan de diversiteit offline. In het gewone dagdagelijks leven, bij vrienden, familie, collega's enzovoort. Twee, dus het blijkt mee te vallen, of in ieder geval, de diversiteit is groter online. En dat is wellicht dat kun je waarschijnlijk als volgt begrijpen. Als je bijvoorbeeld Facebook hebt, dan heb je heel veel mensen als zogezegd vrienden, als kennissen, als mensen met wie je online verbonden bent. Maar een heel groot deel van die mensen heb je nog nooit ontmoet. Dat is in ieder geval bij mij zo. Nog mensen die ik nooit ontmoet heb, die ik wellicht nooit zal ontmoeten en die met andere woorden niet tot mijn dichte sociale kring behoren. En dus stijgt ook de kans dat zij andere ideeën hebben dan de ideeën die ik heb of de ideeën hebben die mijn naasten hebben. De ideeën die mijn naasten hebben, die zijn meestal dezelfde als die van mij. Mensen, politieke ideeën trouwens, hebben meestal niet goed over nagedacht. Die ontstaan gewoon in sociale context, op de voetbal, thuis, op het werk enzovoort. Gewoon onder sociale invloed. Wel, maar de kans dat ik geconfronteerd word met andere visies dan de mijne, die stijgt precies omwille van het grotere netwerk dat ontstaat door die sociale media. Dus als u straks of anders of gisteren opnieuw eens ging beweren zoals ik en anderen doen, namelijk sociale media is een groot probleem, we zitten in echokamers, dan zou ik daar toch wel een klein vraagteken of een groot vraagteken bij plaatsen. Goed. Genoeg daarover. Ik ga inzoomen op die tweede stelling, namelijk dat AI, artificiële intelligentie, dat disruptieve technologie is. Ik ga kort nog even inleiden, die tweede stelling. Dan ga ik een aantal morele issues daaruit pikken. Ik ga die allemaal niet allemaal behandelen. Ten eerste omdat sommige van die issues voor de hand liggen. En twee, uit tijdsgebrek. Vervolgens ga ik inzoomen op de idee van morele verantwoordelijkheid. Omdat ik denk dat een wat onderbelichte moreel issue is als het gaat over AI. En kort dan nog een conclusie. Oeps. Goed. Waarover heb ik het? Ik heb het over AI, artificiële intelligentie. Ik heb het niet over de meeste voorbeelden die ik geef in het boek en hier vandaag en elders. Dat zijn voorbeelden van machine learning, dus niet alle vormen van AI, niet de klassiek good old fashioned expertsystemen, maar AI als in machine learning, meer specifiek dan deep learning, neurale netwerken, gezichtsherkenning, facial recognition, of het gebruik van AI op medisch vlak, bijvoorbeeld om op te sporen of de vele geboortevlekken die je op je rug hebt, omdat die een grote kans op, of dat er een grote kans is dat je daar kanker aan het ontwikkelen bent en een kwaadaardige tumor hebt enzovoort. Spam, wat banaal misschien.
maar ook AI die gebruikt wordt in juridische context of in een financiële context. Je wilt de lening aangaan. AI die kan worden ingezet om in te schatten of jij binnen x aantal tijd wel of niet, of wellicht wel of niet, je lening zult afbetalen. Of je bent de gevangene, bekende kompasalgoritme in de Verenigde Staten. Je bent de gevangene, wat is de kans dat jij terug zult hervallen? Je weet allemaal het voorbeeld, het controversiële voorbeeld van kompasalgoritme. In die juridische context is daar gebruikt. En de kans dat je niet vrijgelaten werd door dat AI-systeem, of dat het AI-systeem een negatief advies formuleerde, was vrij groot als je een Afro-Amerikaan bent. Maar dezelfde casus als je niet Afro-Amerikaan bent, was anders. Opnieuw denk ik een voorbeeld van hoe AI niet per definitie neutraal is. Target advertising, opnieuw sociale media, totaal overschat. We ergeren ons allemaal aan. Totaal overschat, nochtans heel beloftevol. Ik begrijp heel goed dat politieke partijen en bedrijven daarop inzetten. Dat ze daar miljoenen en miljarden aan geven. Maar miljarden is misschien overdreven, maar miljoenen wel. Een politieke partij als N-VA en Vlaams Belang zijn daar heel sterk in. Enfin, gebruiken het in ieder geval heel veel in ons land. Maar het is overschat. Commerciële gebruik en politieke gebruik blijkt heel goed mee te vallen. Mensen gaan niet substantieel meer gaan consumeren door het gebruik van targeted advertising. Mensen gaan ook niet substantieel totaal anders gaan stemmen door het gebruik van targeted advertising. Er zijn wellicht verschillende verklaringen voor. Maar wat blijkt is dat de verschillen ergens situeren tussen de 0,5 en 1% winst door target advertising bij een politieke partij. Dat is niet veel, procentueel gezien niet te min. Dat betekent niet dat het irrelevant is. We herinneren zich allemaal de Amerikaanse presidentverkiezing een aantal jaar geleden. 350 miljoen burgers in de Verenigde Staten. Wel, in Florida was het verschil tussen de twee kandidaten tussen de 300 en 400, 500 stemmen. Oké, dus het is maar 0,5% winst. Dat betekent dus niet dat het irrelevant is. Het kan wel degelijk een grote invloed hebben. Dus ik heb het over dat soort van voorbeelden. iCare is een bedrijf met vestigingen in Geverlee, dacht ik, en in Bergen. Die AI gebruikt om in te schatten of machines moeten gerepareerd worden of hersteld worden, of dat de kans groot is dat ze zullen kapot gaan in x aantal tijd. Het is niet verwonderlijk dat er over AI tal van sterke, heel populaire overtuigingen de ronde doen. Superintelligence uiteraard, de term verwijst naar een bekend boek van Zweedse Oxford filosoof Nick Bostrom. Vrij lezenswaardig boek, vind ik. Hij is de techniek-optimist, solutionist, denken dat AI en technologie goed is voor alle problemen, of op zijn minst voor heel veel problemen, en dat het ook volstaat vaak om problemen te proberen oplossen aan de hand van AI en technologie. Dat is natuurlijk klinkklare onzin. Ik ben in de eerste plaats een believer, laat ik het zo zeggen, maar het is natuurlijk onzin om te beweren dat je een groot aantal, of alle problemen, en enkel en alleen door AI kunt oplossen. Armoedeproblemen, analfabetisme en vluchtelingenproblemen gaat niet verdwijnen. Misschien kun je het wel aanpakken, maar gaat niet verdwijnen uiteraard door dat soort van ingrepen. Maar een andere stelling is dat AI disruptief is. Dat AI onze samenleving ontwricht. Ja? Net zoals 3D-printen, net zoals Uber, Airbnb, Tesla enzovoort, onze samenleving zullen ontwrichten. En dat soort van stelling is uiteraard niet zo oud, anders dan de neutraliteitsstelling, omdat ja, natuurlijk die deep learning nog vrij recent, van recente datum is. Thierry Geerts, sorry voor de typfout, is niet de minste. Hij is directeur van Google in de Benelux. Hij heeft een aantal jaar dit boekje geschreven, Digitalis, ondertussen ook Homo Digitalis. En hij schrijft daar het volgende. Kijk, in elk geval is het onvermijdelijk dat de huidige digitale revolutie, die een industriële en culturele revolutie combineert, nu is het belangrijk dat die onze huidige hele leefwereld grondig wijzigt en alles op zijn kop zet. Veel mensen spreken daarom over disruptie. De technologische revolutie ontwricht de oude wereld en doet die uit elkaar vallen. Ik denk, dit zijn geen argumenten, uiteraard niet, maar ik denk dat er op zijn minst redenen zijn om dat soort van ideeën dwaas te vinden. Maar ik denk dat er ook redenen zijn om op zijn minst geloof te hechten, of op zijn minst verder gaan om te onderzoeken. Waarom? Wel, er zijn tal van AI-zaken, AI-ontwikkelingen, die zeer interessant kunnen zijn, zeer nuttig kunnen zijn, oral tandenborstel van, of de tandenborstel van Oral-B bijvoorbeeld. Kan zeer nuttig zijn, ongetwijfeld. Maar of dat een disruptieve technologie is, valt sterk te betwijfelen. Hetzelfde geldt voor de AI, die software die gebruikt werd of geïntroduceerd is door IBM, onder andere in Azië, om
te detecteren of in een tankstation er bepaalde veiligheidsproblemen kunnen gaan opduiken die dat signaal zenden naar het personeel van dat tankstation. En dat is natuurlijk wenselijk nuttig. Ja, goed, ja, nuttig, ja. Maar is dat disruptief? Dat valt te betwijfelen. Ja, anderzijds valt het moeilijk te betwijfelen dat, laat ik zeggen, domme technologieën, oude technologieën, niet disruptief zijn geweest. Ik denk aan het wiel, ik denk aan de drukpers. Dat is zeer moeilijk, denk ik, om onze samenleving voor te stellen zonder introductie van het wiel, zonder introductie van bijvoorbeeld drukpers. Er zijn een aantal historici die beweren dat bijvoorbeeld het schisma in het christendom, dus katholieken en de protestanten, dat dat precies geïnduceerd was, ontstaan is door de introductie van de drukpers. Het is pas door die drukpers geweest dat niet enkel de klerus, maar ook wij, het gewone volk, in staat waren om de Bijbel te beginnen lezen en dus ook te beginnen interpreteren op onze eigen manier, niet meer op de manier die naar voren werd geschoven door de geestelijken. En precies dat soort van zaken zou volgens sommigen geleid hebben tot een scheuring, een ontwrichting van het christendom. Ja. Dus als traditionele, heel eenvoudige, domme technologieën disruptief kunnen zijn, waarom zouden we dat dan niet kunnen vermoeden voor slimme, heel geavanceerde technologieën? Dat is de vraag die ik naar voren schuif. Als je die vraag wilt beantwoorden, moet je natuurlijk nog iets wat gaan preciseren wat ik precies wil gaan aantonen of ondermijnen. De term disruptieve technologie werd gemunt in de jaren 90 en had in de eerste plaats een meer economische invulling. Namelijk de jobmarkt, de economische sector, zou volledig ontwricht worden door AI of door technologie. Ja? Heel veel jobs zouden verdwijnen. Wat is ook gebeurd. En heel veel nieuwe jobs zouden ontstaan. Zo'n soort van economisch disruptief effect dat uitgaat van slimme en niet slimme technologie. Je kunt dat soort van denken ook toepassen als het gaat over sport, over politiek, target advertising of over oorlog. We gaan er straks nog op terugkeren. Killer robots, lethal autonomous weapon systems. Die zouden de huidige oorlogsvoering, of die zouden de oorlogsvoering in de 21ste eeuw ten gronde veranderen, grondig door elkaar schudden. En door Rusland, Verenigde Staten, Israël enzovoort, India en China, die heel sterk inzetten op de ontwikkeling en de productie van lethal autonomous weapon systems, zou dat de klassieke oorlogsvoering grondig door elkaar kunnen worden geschud. Ik weet daar weinig over, daarom ga ik er ook niet op inzoomen, maar waar ik wel iets over weet, is over ethiek. En daaruit de stelling dan, kijk, AI is disruptief op ethisch vlak, blijft natuurlijk nog vaag. De meest, denk ik, onproblematische invulling van de stelling dat AI disruptief is op ethisch vlak is de volgende, namelijk dat artificiële intelligentie, slimme technologie, totaal nieuwe morele problemen creëert. Ja, dus er is een soort van disruptie, een soort van breuk tussen de wereld voor en de wereld na artificiële intelligentie, zo luidt de stelling. Ja, dus er zijn een aantal zaken die er nu zijn voor het eerst, die bovendien ook moreel problematisch zijn. Niet louter problematisch, maar moreel problematisch zijn. Die waren er nog niet voor de inductie van artificiële intelligentie. En vandaar, AI is disruptief op moreel vlak. Maar als je die stelling wilt gaan testen, dan denk ik dat je er goed aan doet om te focussen op de klassieke ethische issues die verbonden worden aan artificiële intelligentie. Die eraan verbonden zijn of die echt ook gecreëerd worden door artificiële intelligentie. Ik denk dat er zeker zeven issues zijn die vaak verbonden worden met artificiële intelligentie. En ik denk dat er één daarvan onterecht wordt verbonden. Omdat één van die issues niet nieuw is. Of zelfs niet voordoet. Daarover heb ik het straks hebben, dat gaat over morele verantwoordelijkheid. Maar er zijn er nog zes andere. Ik ga die niet allemaal overlopen, omdat ze niet allemaal even interessant zijn, zoals er net al gezegd. En sommige van jullie weten daar uiteraard veel meer over dan ik zelf. Als je ethisch nadenkt over artificiële intelligentie, dan kun je dat op minstens twee, als je wil starten om dat zo in schema te gieten, kun je eerst focussen op de doelen waarvoor artificiële intelligentie wordt gebruikt. Je kunt ook gaan focussen op het gebruik van, nog los van het doel, het gebruik, daadwerkelijk gebruik van artificiële intelligentie. De doelen die door artificiële intelligentie kunnen gerealiseerd worden, die zijn heel veel goede doelen, uiteraard zijn heel veel negatieve doelen. Ik ben aan geen enkele van die zaken, is radicaal nieuw, denk ik. Ja. Twee, ik ga daar ook niet lang op inzoomen, gaat niet over het doel, maar gaat over de technologie zelf, nog los van het doel waarvoor het wordt ingezet.
Natuurlijk, het is vrij duidelijk, daarom dat ik er niet lang ga bij stilstaan, dat heel veel AI te kampen heeft met privacy issues. Privacy kun je uiteraard op verschillende manieren interpreteren. Ik heb er hier twee uitgepikt. Het gaat over het feit dat ik controle zou hebben over mijn of de gegevens die gekoppeld zijn aan mijn bestaan. Eén. En twee, het gaat over de mogelijkheid om niet voortdurend gesurveilleerd te worden, in de gaten te worden gehouden, gecontroleerd te worden door bedrijven of door overheden. Ja, twee invullingen van de morele waarde van privacy. Het is duidelijk dat heel veel technologie kan gebruikt worden precies met het oog op het verbeteren van uw privacy. Maar heel veel AI heeft ook te kampen met privacy issues. Zeker, groot probleem. Maar uiteraard, privacy is veel, een privacy issue, een privacy probleem is veel ouder dan het gebruik van slimme technologie. Iets wat langer sta ik stil bij bias. Bias wordt zijn twee invullingen die vaak door elkaar worden gebruikt. En ik benadruk het vooral voor de humane wetenschappers die aanwezig zijn. Het eerste is een meer statistische invulling. Een bias in statistische betekent dat je steekproef niet representatief is. En de statistische bias betekent niet representativiteit van een steekproef. Ik wil bijvoorbeeld gaan inschatten wie de, volgens de Gentenaars de nieuwe burgemeester zou moeten worden. En ik ga een steekproef houden. Ik ga bijvoorbeeld bij de 30 en 40's in de Muiden en Sint-Mansberg gaan rondvragen. En de kans is natuurlijk groot dat ik uitkom bij een rode of een groene burgemeester. De kans is groot dat het ook een groen of rode burgemeester wordt. Maar dat is natuurlijk geen representatieve steekproef, want het gaat over een bepaald segment van de bevolking, namelijk de hoogopgeleide middenklasse, iets wat hippere Vlamingen. Maar dat is natuurlijk een statistische bias. Maar je hebt een morele bias en die staat er uiteraard niet los van. Wat betekent morele bias? Of bias in die term die daar meestal, of in dat opzicht wordt het meestal ook gebruikt. Namelijk dat ik onterecht, ongerechtvaardigd, meer gewicht toeken aan een bepaald idee in vergelijking met een ander idee. Of ik ken onterecht, ongerechtvaardigd, meer gewicht toe, meer belang toe aan een bepaalde persoon of een bepaald groep van mensen. Ja. Dat is, ik ben vooringenomen met andere woorden. Ik ken meer gewicht toe aan iets in vergelijking met iets anders en dat op een onterechte, ongerechtvaardige manier. Tussen haken, ja, sommigen denken wellicht, ja, ongelijke behandeling. Ja, bias gaat over ongelijke behandeling van ideeën en mensen, aan groepen van mensen, maar op een onterechte manier. Ongelijke behandeling is natuurlijk niet per definitie onterecht. Je kunt mensen ongelijk behandelen. Mijn kind ga ik anders behandelen dan andere kinderen. Dat is ongelijk, maar dat is natuurlijk volkomen terecht. Bias gaat over ongerechtvaardigde ongelijke behandeling. Er zijn twee vormen van bias. Het is duidelijk dat die ook twee heel sterk samenhangen. Het bekendste voorbeeld is uiteraard het gebruik van AI-systemen door Amazon. In 2018 is duidelijk geworden aan de hand van een rapport van Reuters dat Amazon geëxperimenteerd heeft met AI voor het aanwerven van nieuwe werknemers. Wat bleek dat die AI-systemen systematisch de cv's van vrouwen aan de kant schoof. En enkel die koos van mannen. Dus als er in jouw cv stond Nadia of Sophie en voorzitter van de lokale schaakclub, dan was de kans, mocht je vrij zeker zijn dat je niet geselecteerd zou worden. Dat is een vorm van morele bias, en die natuurlijk alles te maken heeft met die statistische bias, maar het feit dat de data waarmee dat systeem is gevoed, dat die niet representatief was. Wat heeft men namelijk gedaan? Men heeft namelijk de succesvolle kandidaten uit het verleden gebruikt en hun cv's gebruikt om dat systeem te voeden. Wat was daar het geval? Wel, het geval was dat Amazon in het verleden hoofdzakelijk en alleen mannelijke, meestal blanke mensen heeft aangeworven. Het systeem heeft dus geleerd, ja kijk, de beste werknemers zijn dus blanke mannen, gevolg, vrouwen weg en enkel mannen die worden overgehouden. Dus die morele bias, met andere woorden, die gaat terug op een statistische bias of, zou je kunnen zeggen, een soort van discriminatie. De reële discriminatie die losstaat van AI, namelijk de reële discriminatie op de werkvloer bij Amazon, die wordt geërfd door het AI-systeem. Totaal onwenselijk uiteraard, maar anderzijds, het is een probleem dat ik denk, het is waarschijnlijk het bekendste probleem, het meest besproken probleem. Het is wel aanpakbaar, het is oplosbaar op zijn minst, of je kunt er iets aan doen. Onder andere door jouw gegevens representatiever te maken. Eén. Twee, door ook te werken met diversere ontwikkelaars of een team van ontwikkelaars dat diverser is. Maar het is uiteraard geen nieuw probleem. Wij zijn voortdurend gebiased. Jij en ik, los van artificiële intelligentie, los van technologie. We hebben seksisme, we hebben racisme, maar we hebben ook ageism, we hebben ook lookisme. Dat betekent, we gaan onterecht, op een ongerechtvaardigde manier, meer belang hechten aan jongere mensen in vergelijking met oudere mensen.
We gaan veel meer gewicht toekennen, veel meer aandacht hebben aan mensen die we doorgaans fysiek aantrekkelijk vinden, versus mensen die we minder fysiek aantrekkelijk vinden. De kans dat je hoog op de maatschappelijke ladder geraakt, is bijzonder hoog in vergelijking met mensen die minder fysieke uiterlijk hebben. Ja. Vorm van lookism, geen seksisme, maar lookism, heeft niets te maken met AI, negativiteitsbias. Als we mensen kennen, is de kans groot dat we op de positieve eigenschappen gaan focussen. Mensen die we niet kennen, gaan we meestal op de onwenselijke, negatieve eigenschappen focussen. Vormen van lookism en negativiteitsbias zijn dus ongeveer woorden, voorbeelden van hoe we ook los van AI geconfronteerd worden met bias. Dus ook bias, ja, groot probleem. Misschien een intensivering van een bestaand probleem, maar het is in ieder geval geen totaal nieuw moreel issue. Ja? Dat is ook zo voor veiligheid, moet ik verder niet lang bij stilstaan, dat is vrij duidelijk, maar ook zo voor transparantie. Daar wil ik iets wat langer bij stilstaan. Ik heb het dan hier meer bepaald over de, ja, zoals gezegd, bepaalde vormen van AI, namelijk machine learning, deep learning, die zo moeilijk te begrijpen zijn, dat die zo ontwikkeld zijn dat zelfs de AI-ontwikkelaar, zelfs de ingenieur, in sommige gevallen helemaal niet in staat is om te achterhalen wat de precieze gronden zijn voor een bepaalde beslissing door dat AI-systeem, voor een bepaalde inschatting door dat AI-systeem. Ja, dus dat idee van ondoorzichtelijkheid, van intransparantie bij bepaalde vormen van artificiële intelligentie. Natuurlijk, ik weet ook dat niet alle vormen van intransparantie moreel problematisch zijn. Als ik om een of andere reden, stel, niet weet wat de gronden zijn voor het Spotify-algoritme om een bepaalde artiest aan mij voor te schotelen, who cares? Nobody. Wel, intransparantie kan in bepaalde gevallen wel moreel problematisch zijn, namelijk wanneer het AI-systeem een beslissing maakt dat wel degelijk een effect heeft op mij als kandidaat voor een bepaalde job. Herinner u het voorbeeld van Amazon? Ja? Dan kan je niet meer zeggen, ja, oké, het is gewoon jammer dat ik niet goed kan inschatten of niet kan begrijpen waarom dat AI-systeem mij niet geselecteerd heeft. En die niet-selectie heeft wel degelijk impact op mijn bestaan. Ja? Dus dat is moreel problematisch. Ik denk dat we er, met andere woorden, goed aan doen om te focussen op het probleem van intransparantie, transparantie. Het is op zich een probleem, namelijk wij verdienen dat als wezen, als menselijke dieren, met een zekere moral standing. We verdienen dat mensen kunnen uitleggen, of dat systemen kunnen uitleggen, waarom ik niet geselecteerd ben voor dit of voor dat. Ja? Maar het is natuurlijk ook in een instrumentele zin belangrijk te weten wat de gronden zijn voor een beslissing. Namelijk bijvoorbeeld om het probleem, het derde probleem daarnet van bias op te lossen. Als ik helemaal geen inzicht heb in hoe het systeem werkt, of wat de achterliggende mechanismen zijn van de beslissing gemaakt door het AI-systeem, dan lijkt het ook bijzonder moeilijk om bijvoorbeeld het bias-probleem te gaan aanpakken. Dus niet alleen in een finale zin op zich is het denk ik belangrijk om inzicht te hebben, maar ook in instrumentele zin, om andere problemen te kunnen aanpakken. Groot probleem? Ja, aanpakken, ja. Moeten we ons zorgen over maken? Zeker, maar uiteraard geen nieuw probleem. Het is een tal van voorbeelden en niet-AI-contexten waar we voortdurend geconfronteerd worden met intransparantie, maar naar niemand daar zich zorgen over maakt. Soms kan dat banaal klinken als het gaat over Ruud Vormer die niet meer meevoetballen en er nooit uitleg over krijgt. Dat is intransparantie, maar is wat banaal. Maar misschien minder banaal is dat de VN duidelijk heeft gemaakt dat het aantal landen waar de doodstraf wordt gebruikt afneemt, maar tegelijkertijd het aantal landen waar niemand ooit weet waarom de doodstraf wordt toegepast, dat dat aantal landen toeneemt. Er zijn meer en meer landen passen de doodstraf toe zonder ooit uitleg te geven aan de gestraften of aan de familie van de gestrafte waarom men de doodstraf in dat geval gaat gaan toepassen. Ja. Een vorm van intransparantie die helemaal niets met AI te maken heeft, die helemaal niets met technologie te maken heeft. En een zesde moral issue, moreel issue, ethisch dilemma, dat te maken heeft met artificiële intelligentie, wil ik wat meer aandacht aan vestigen, omdat er ja, vaak onder de radar blijft. Bias, transparantie, veiligheid, misbruik, privacy enzovoort zijn ondertussen vrij duidelijk dat dat dingen zijn waar we beter rekening mee houden. Maar ik denk dat er iets ook is waar we, dat er iets anders is waar we ook beter rekening mee houden, maar dat toch wat weinig aandacht krijgt en toch wat meer aandacht verdient. Het gaat over duurzaamheid, ecologie. Een meer groene moral issue. Het is vrij duidelijk dat heel veel AI-systemen kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld epidemies kunnen worden aangepakt of klimaatprobleem kan worden aangepakt. Maar natuurlijk is het ook duidelijk dat heel veel AI ecologisch en problematisch is. Wat is een heel vaak terugkerende gedachte?
of stelling, namelijk het zit in de cloud. Dat is een soort van naïeve ideologische uitspraak, omdat het natuurlijk de aandacht afwendt van het feit dat AI zit of geworteld zit, verblijft in machines, in computers. En niet in één computers, maar in datacentra, gebouwen die volgestopt zitten met computers. Wat betekent dat? Dat betekent dat er heel veel warmte, dat er heel veel warmtelokalen zijn, of heel veel warme datacentra zijn. Wat betekent dat? We hebben heeft airconditioning nodig om die warmte weg te halen. Bij airconditioning daarvan weten we dat dat energieslurpers zijn. Of heel vaak toch. Twee cijfers. Er zijn sommigen die beweren dat de hoeveelheid energie die vandaag nodig is om AI-centra op datacentra draaiende te houden, dat die gelijk is aan de hoeveelheid energie die in 1850 nodig was wereldwijd. Los van technologieën, uiteraard artificiële intelligentie. Dezelfde wetenschappers beweren dat als we doorgaan op de manier waarop we vandaag de dag doorgaan, dat er in 2040, binnen een klein twee decennia, dat de hoeveelheid energie die nodig is om alle datacentra wereldwijd draaiende te houden, dat die gelijk is aan de hoeveelheid energie die we vandaag de dag wereldwijd gebruiken, los van AI, in 2022. Je zou kunnen zeggen, ja, misschien is dat geen groot probleem, ja, financieel zeker vandaag, maar goed, we weten dat heel veel energie niet losstaat van uitstoot van CO2. Een gemiddelde vlucht, een gemiddelde Europese vlucht per persoon, gaat over een 500-tal een kilogram CO2, terwijl de treinen van heel populaire YouTube-algoritmen naar verluidt een veelvoud van CO2 uitstoten. Ja. Ben ik nu aan het argumenteren tegen artificiële intelligentie? Uiteraard niet. Nee, ik wil enkel en alleen aandacht vestigen op een bepaald ethisch groen thema dat te weinig aandacht krijgt en dat denk ik meer aandacht verdient. Ja. We moeten denk ik rekening houden met bias, met intransparantie, met privacy enzovoort. Maar ik denk dat we ook rekening moeten houden met groene thema's, met deze thema's. Thema's die trouwens niet alleen voor ons relevant zijn. Bias is dat wel voor ons mensen, maar duurzaamheid is ook een thematiek die interessant is voor andere dieren dan mensen en ook andere organismen die geen dieren zijn. Nu, ik denk dus dat de zes hoofdzonden, dat die allemaal impactvol zijn, belangrijk zijn, dat we daar iets moeten aandoen, dat we daar moeten over nadenken, daarover discussiëren, van meningsverschillen enzovoort. Maar ik denk dat geen enkel van die problemen echt nieuw is. Ja? Dus als je het hebt over hoofdzonden, ja, het zijn zes hoofdzonden, maar het zijn geen nieuwe hoofdzonden. We moeten denken als het gaat over AI en ethiek in graduele zin. Ja, de bestaande problemen die er al waren voor AI, die worden gewoon geïntensifieerd, worden versterkt. Het is niet zo dat er totaal nieuwe morele issues ontstaan door artificiële intelligentie. Dus het gaat niet over een breuk, geen disruptie, het gaat over continuïteit. Een versterking, intensivering van iets dat bestaat. Nu, misschien is er toch iets dat daarvan afwijkt. Namelijk de idee van de praktijk van morele verantwoordelijkheid. Waarom? Wel, er zijn een aantal filosofen en niet-filosofen. Robert Sparrow is zo één filosoof. Andreas Matthias is een andere. Ik denk een Duitse filosoof. Die een aantal jaren geleden, een decennium geleden, een aantal teksten hebben geschreven. En die beweren dat door hyperavanceerde AI-systemen dat er iets ontstaat dat wat ze noemen een responsibility gap. Je kunt eigenlijk geen mens of een groep van mensen verantwoordelijk houden voor de problemen veroorzaakt door artificiële intelligentie. Ja? Dat zou als het ware de zevende zonde zijn, of de zevende morele issue zijn. Waarom? Wel, als je niemand als een verantwoordelijk kunt aanduiden bij problemen veroorzaakt door AI, dan is dat moreel problematisch. Eén, het is een moreel issue, met andere woorden. En bovendien, het is ook een nieuw moreel issue. Het idee van een responsibility gap, dat bestond niet voor, laten we zeggen, 2010. Al dus een aantal filosoof. Ik denk dat geen van de drie ideeën juist is. Ik denk één, dat er altijd iemand is die moreel verantwoordelijk is of verantwoordelijk is voor de fouten gemaakt door artificiële intelligentie. Maar stel dat mijn uitleg straks, de komende 10 minuten, onzinnig is, dan denk ik dat dat misschien ook niet per definitie een probleem is. Met andere woorden, als het nu toch zou zijn dat er niemand is die moreel verantwoordelijk is, de micro doet wat minder. Enfin, hij valt er toch iedere keer af.
Dus als er toch een soort van gap zou zijn, dan is dat misschien ook geen per definitie moreel probleem. Misschien is het idee van een moral gap of een moral responsibility gap een overschat probleem. Met andere woorden, het idee van een morele verantwoordelijkheid is misschien wat overschat. Maar stel dat dat ook onjuist is, dan is het nog maar de vraag of het idee van een responsibility gap echt nieuw is. Zou het niet kunnen dat wij in het alledaagse leven, onze alledaagse morele praktijk, thuis, een culturele vereniging, op het werk in het bedrijfsleven, de politieke wereld, zou het niet kunnen dat wij daar allemaal geconfronteerd worden met situaties waarbij we eigenlijk niemand als verantwoordelijk kunnen aanduiden. We willen misschien wel, maar we kunnen niet. En dus, als er een gap is, en stel dat het toch echt ook een moreel probleem is, is het misschien al dan niet nieuw. Wel, ik ga niet focussen op het echt een moreel probleem is. Ik ga ook niet aantonen of het nieuw is. Ik ga eerst laten zien dat er geen gap is. Met andere woorden, dat er ook hier geen argument is voor de stelling dat technologie of AI moreel disruptief is. Waarover heb ik het? Ik heb het over zelfrijdende wagens uiteraard. Onder andere over zelfrijdende wagens. Ik heb het uiteraard ook over killer robots. Niet onbekend. Lethal Autonomous Weapon Systems. Er wordt heel veel campagne tegengevoerd wereldwijd. Er is een campaign against killer robots. Tussen haken ook against sex robots. Ik denk dat de eerste terecht is, de tweede onterecht. Ook al denk ik dat bepaalde vormen van seksrobots beter zouden niet gemaakt worden. Dan ben ik serieus. Ik denk dat de killerrobot die op mij lijkt... een seksrobot, sorry. Killerrobot zou ik niet geven. Maar een seksrobot die op mij lijkt of op u lijkt, zonder dat daar iemand toestemming voor heeft, is denk ik één een probleem, is vrij voor de hand liggend. Hetzelfde geldt voor kinderrobots. Seksrobots die op kinderen lijken, is denk ik ook totaal onwenselijk. En voor de rest denk ik dat het een overschat moreel probleem is. Goed, tot daar. Zelfrijdende wagens, daarover gaat het. Het gaat over autonome beslissingssystemen. Autonomie is een term die in de literatuur, academisch en niet, heel divers wordt geïnterpreteerd. Ik heb het over een positieve en een negatieve invulling. Positief niet in de zin van goed of slecht, maar hier negatief in de zin dat iets niet gebeurt. Namelijk, een autonoom systeem is een systeem waarbij een mens uiteindelijk op een bepaald ogenblik niet meer interveneert. Dat systeem kan zelfstandig, met andere woorden, functioneren. Dus hier autonomie in negatieve zin betekent zelfstandig, als het ware automatisch functioneren. Maar ook autonomie in meer positieve zin, niet in de zin dat iets niet gebeurt, namelijk dat de mens niet interveneert, maar dat het systeem autonoom kan functioneren, betekent dat het zelf ook eigen beslissingen kan gaan maken. En dus geen gewoon regels vormen, als dan constructies volgen die door een programmeur geschreven zijn in het systeem. Kan zelf beslissingen gaan maken. Ja? Daarover heb ik het de komende laatste 10 minuten. Maar goed. De idee is, kijk, AI creëert een responsibility gap. Maar ook de term morele verantwoordelijkheid, of de term verantwoordelijkheid in het alledaagse leven, privé, maar ook professioneel, bedrijf, academisch en niet-academisch, die term wordt heel vaak gebruikt, maar het is niet altijd duidelijk wat je daarmee precies mee bedoelt. Er zijn minstens 3 onderscheidingen en 2 daarvan zijn denk ik relevant voor mijn uiteenzetting hier. De eerste heel, laten we zeggen, neutrale, beschrijvende, wat banale invulling van verantwoordelijkheid betekent dat, iemand is verantwoordelijk in die eerste zin, betekent dat iemand betrokken is in een bepaalde hang van zaken. Ja, wie is verantwoordelijk voor het flesje water? Wel, Cedric is dat natuurlijk, want Cedric heeft dat, of iemand anders, ja, nee, het was niet Cedric. Iemand anders heeft dat flesje water hier gezet, dus Cedric nu toch, is oorzakelijk verantwoordelijk omdat hij dat flesje water hier heeft gezet. Dat is natuurlijk vrij banaal. Het is niet die invulling die ik ga gebruiken. Maar je kunt die invulling wel gebruiken. Je kunt zeggen, wie was er verantwoordelijk voor? Ja, met andere woorden, wie heeft dit gedaan? Punt. Daarover gaat het niet. Het gaat over iets anders. Laat ik eerst iets kijken bij een tweede vorm van, enfin, hier op de slide, de derde vorm, rolverantwoordelijkheid. Je kunt zeggen, ik ben verantwoordelijk, niet in de beschrijvende, oorzakelijke zin, maar als in rolverantwoordelijkheid. Ik ben verantwoordelijk bijvoorbeeld als ouder. Ik heb een aantal plichten. Ik moet ervoor zorgen dat mijn zoon in een veilige omgeving opgroeit. Dat hij voldoende eten krijgt, dat er ook geen gevaren zijn. En dat is mijn rol verantwoordelijk. Dat betekent, rolverantwoordelijkheid houdt in, ik ben verantwoordelijk. Er zijn een aantal plichten die samenhangen met een bepaalde rol, met een bepaalde functie die je inneemt in de samenleving. Als docent, als doctoraatstudent, als student, als CEO, als minister, als ouder. Ja? Dat is de tweede vorm. Je hebt hier ook morele verantwoordelijkheid. En dat betekent nog iets anders dan die eerste en die andere vorm. En het is die eigenlijk waarover het gaat. Morele verantwoordelijkheid betekent dat wanneer iets goed gebeurt, of wanneer iets slecht gebeurt, dat je een bepaalde persoon op een terechte manier
kunt zien als een kandidaat voor straf of beloning. Ja. Dus jij bent moreel verantwoordelijk voor dit, jij bent moreel verantwoordelijk voor dat. Dat betekent dat jij de kandidaat bent voor straf of beloning. Kandidaat ben voor straf of beloning. Dat betekent, als ik vind dat datgene dat gebeurd is zo goed is, zo slecht is, dat er iemand moet worden beloond, dat er iemand moet worden gestraft, dan ben jij het. Ja? Daarover gaat morele verantwoordelijkheid. Ja? Waarover gaat nu die responsibility gap? Die gaat uiteraard niet over die eerste. Vrij banaal moest dat, het zou vrij dwaas zijn om het over die eerste te hebben. Robots zijn betrokken in een bepaalde gang van zaken, een bepaalde keten van gebeurtenissen, de dood van een burger bijvoorbeeld, of de dood van een terrorist, en dus zijn zij verantwoordelijk, maar in louter oorzakelijke, neutrale beschrijvende zin. Dus zeggen dat AI gepaard gaat met een responsibility gap als een gebrek aan oorzakelijke verantwoordelijkheid is natuurlijk nonsens. Het is natuurlijk ook nonsens om te beweren dat er geen rolverantwoordelijkheid meer zou zijn. Integendeel, het feit dat bepaalde AI-systemen zo geavanceerd zijn, zo complex zijn, dat wij niet op voorhand weten wat die systemen zullen beslissen of zullen doen, ja, dat betekent niet dat mijn rolverantwoordelijkheid als ingenieur of AI-ontwikkelaar wegvalt. Integendeel, mijn rolverantwoordelijkheid dient waarschijnlijk nog toe door die AI-systemen. Namelijk, ik moet meer en meer gaan nadenken, mijn hoofd gaan buigen over wat de mogelijke wenselijke en onwenselijke effecten zijn van het gebruik van die technologie. Waarover gaat het, de AI of de responsibility gap, die gaat hierover. Dus wat men beweert is, als die killer robot hier aanwezig straks naar buiten stapt, omdat hij in de Muiden bijvoorbeeld een terrorist opmerkt of ergens anders in Gentbrugge, die terrorist opzoekt in Gentbrugge door daar naartoe te wandelen of te fietsen en te vliegen, weet ik veel, en dat die persoon ook uitschakelt, en dat blijkt uiteindelijk geen terrorist te zijn, maar een onschuldig burger, en die killer robot komt er uiteindelijk terug opnieuw de lezing volgen. Ja, de idee is, je kunt eigenlijk niemand straffen voor wat daar fout is gelopen. Er moet iemand gestraft worden, want in normale omstandigheden noemen we dat een oorlogsmisdaad. Er moet iemand gestraft worden, dat vinden we normaal gezien. Maar in dit geval, beweren sommigen, kunnen we dat niet. Het is onmogelijk, bij zulk geavanceerde AI, bij zulk autonoom opererend systeem, is het onmogelijk om iemand aan te duiden die wij gerechtvaardigde kandidaat voor straf of beloning vinden, in het geval er ook iets heel goed zou gebeuren. Wel, als je die stelling wil gaan onderzoeken en wat wil gaan op de helling zetten, dan denk ik dat we eerst moeten nadenken, niet meer over wat morele verantwoordelijkheid wel en niet is, dat hebben we net gedaan, maar wel over de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om iemand verantwoordelijk te houden. Dus niet de vraag is dus niet meer conceptueel, maar wel wat zijn de voorwaarden. Welke condities moeten vervuld zijn opdat je iemand kunt aanduiden als kandidaat voor straf of beloning? En in ethiek en moraalfilosofie, een meer bepaalde normatieve ethiek, zijn er grosso modo een drietal voorwaarden, die komen natuurlijk overeen met de voorwaarden die wij in het alledaagse leven impliciet gebruiken, zijn er drie voorwaarden waarvan wij vinden dat die aanwezig moeten zijn om iemand te straffen of te belonen. Uiteraard moet een causale band zijn. Als er geen enkele causale band is tussen mij en datgene waarvoor iemand moet worden gestraft of beloond, dat is gewoon bizar, absurd om mij ook daarvoor als verantwoordelijk aan te duiden. Die band kan natuurlijk heel direct zijn, maar kan ook heel indirect zijn. Als Cedric zei mij bevel zou geven om iemand anders te doden, en je geeft mij dat bevel met een pistool op mijn hoofd, je hebt dan die persoon uiteindelijk niet gedood, maar je hebt wel mij het bevel gegeven. Er is wel uiteraard geen directe band, rechtstreekse band tussen jou en datgene wat gebeurt, maar wel een indirecte band. En jij bent natuurlijk de moreel verantwoordelijke voor datgene wat gebeurt, dus niet ik. Dus ik kon dat niet weigeren. Of op zijn minst ben jij op zijn verantwoordelijk. Goed, die causale band moet daar zijn, direct, maar ook indirect is voldoende. Twee, moet ook de aanwezigheid zijn van een zekere autonomie. Opnieuw, hetzelfde voorbeeld, als ik geen enkele vorm van autonomie heb, geen enkele mogelijkheid om zelf na te denken en zelf te evalueren wat de juiste beslissing is, zonder dat daar sprake is van heel sterke dwang, ja, dan is het moeilijk en wellicht onmogelijk om iemand te zien als een moreel verantwoordelijke. Dus er moet een zekere bewegingsvrijheid zijn voor de moreel verantwoordelijke. En drie, en er is ook wat we noemen de epistemische voorwaarden, moet ook kennis aanwezig zijn. Ja. De kennis moet aanwezig zijn. Let wel, moet genuanceerd zijn. Als er onvoorziene gevolgen zijn van een bepaald gebruik van AI of andere technologie, en die gevolgen zijn echt onvoorzien, we konden helemaal niet weten dat die gevolgen zouden plaatsvinden, dan is het eigenlijk ook heel moeilijk om die persoon daar moreel verantwoordelijk voor te houden.
Natuurlijk, de afwezigheid van kennis is geen voldoende voorwaarde. Als ik niet weet dat een bepaald gevolg zich kon voordoen, maar ik had het wel kunnen weten, of ik had het ook moeten weten, dan ben ik natuurlijk wel verantwoordelijk. Dus de idee is, de afwezigheid van kennis is onvoldoende. De afwezigheid van kennis die ik helemaal ook niet kon hebben, ja, die is natuurlijk cruciaal. Ja, als ik door het rode licht rijd en ik zeg, ja, agent, ik wist dan niet dat dat niet mocht, ja, dat is natuurlijk onzin. Ik had die kennis niet, maar ik had die wel moeten hebben. Ja? Dus dat is de traditionele analyse, of de traditionele voorwaarden voor morele verantwoordelijkheid. Nu, wat is het hele punt? En daarmee ben ik min of meer aan het einde aan het geraken van mijn uiteenzetting. Wat is het hele punt? Diegene die ik daarnet heb vermeld, Robert Sparrow, Andreas Matthias, die het hebben over responsibility gap, die menen dat er ook een vierde voorwaarde moet zijn waaraan voldaan zijn om iemand moreel verantwoordelijk te zijn. Namelijk de controlevoorwaarden. Als je geen controle hebt over een bepaalde beslissing, over een bepaalde gebeurtenis, een bepaalde activiteit, dan kun je ook geen morele verantwoordelijkheid dragen. Ja? Met andere woorden, wat is het punt? Controle hebben is een noodzakelijke voorwaarde, geen voldoende, maar een noodzakelijke voorwaarde voor morele verantwoordelijkheid. Zonder controle geen morele verantwoordelijkheid. Heb je morele verantwoordelijkheid, dan is er ook controle. Wel, ik weet natuurlijk dat wij vandaag de dag, wij modernen, heel veel aandacht schenken en heel veel belang hechten aan controle. Tegelijkertijd denk ik dat onze alledaagse morele praktijk aantoont dat wij controle niet zodanig belangrijk vinden dat wanneer die er niet is, of in mindere mate is, dat ook onze morele verantwoordelijkheid wegvalt. Ik denk dat er een aantal situaties zijn die we allemaal herkennen, waarbij wij mensen moreel verantwoordelijk zullen houden, zelfs al hebben ze geen of nauwelijks nog controle. Een minister bijvoorbeeld, een alledaagse, van gekende praktijk, minister die opstapt, zijn of haar verantwoordelijkheid neemt, opstapt, omdat iets heeft plaatsgevonden dat zeer onwenselijk was. Ook al had die minister zelf geen controle meer over de activiteit, de interventie of de beslissing door een werknemer of bijvoorbeeld iemand die ja, voor het ministerie werkt, kabinetsmedewerker, die een feestje heeft georganiseerd. Denk aan Londen. Ja, er zijn een aantal onwenselijke toestanden die hebben plaatsgevonden. Ik heb daar eigenlijk geen controle over. Wel, onze intuïtie zegt, ja, niettemin, wij vinden dat jij moreel verantwoordelijk kunt worden gehouden. Als ik mijn hond uitlaat, ik heb nu geen hond, maar stel nu dat ik een hond heb en ik ga wandelen en ik laat die uit en die hond bijt iemand, dan is de kans bijzonder groot dat men dat, uiteraard niet de hond, maar dat men mij daar moreel verantwoordelijk zal voor houden. Ik heb namelijk een beslissing genomen. Ik heb namelijk een beslissing genomen om die hond los te laten, weten dat aan die beslissing een bepaald risico vasthangt. Ik heb met andere woorden een risico genomen en als je risico neemt, dan kun je worden aangesproken, dan kun je worden aangesproken om meer uitleg te geven waarom heb je deze of gene beslissing gemaakt. Ik denk dat dat de alledaagse morele praktijk is. Als je kind vrijlaat, vrijlaat, klinkt wat raar, mag bij gaan spelen bij een vriendje. En het kind is 2 jaar, gaat bij buurvrouw spelen en doet daar allerlei onwenselijke zaken. Men zal waarschijnlijk nog niet onmiddellijk het kind aanwijzen, maar voor bepaalde activiteiten zullen we verwijzen naar de ouder. Ook al had die ouder niet onmiddellijk meer controle over dat kind. Ja? Dus ik denk dat de alledaagse praktijk toont, ja kijk, morele verantwoordelijkheid vinden we belangrijk, schrijven we toe aan mensen. Alleen maar aan mensen trouwens. En niet enkel als er controle is, ook als er geen of nauwelijks nog controle is. Ik denk dat dat ook toont, dat dat ook bepaalde gedachte-experimenten tonen. Beeld u in dat ik een epilepsiepatiënt ben, ik woon in Gentbrugge, betekent ik wil een vrijdagavond op café naar opnieuw Sint-Amandsberg bijvoorbeeld, en om een of andere reden wil ik de wagen nemen. Maar ik ben epilepsiepatiënt, stel. Wel, ik weet heel goed met andere woorden dat ik een slachtoffer kan zijn van een bepaalde epileptische aanval. En toch stap ik in mijn wagen. Ik heb helemaal geen goesting om te fietsen, een tram te nemen, het regent trouwens ook, enzovoort. Ja, op een bepaald ogenblik, na 5 minuten, ik rijd op de ring. En wat gebeurt? Ik ben slachtoffer van een epileptische aanval. Ik verlies de controle over het stuur. Auto, rijdt van de baan, rijdt ook een fietser aan, ook een voetganger aan. Materiële lichamelijke schade. Ik zeg nu niet dat ik daarvoor per se moet gestraft worden. Maar wat ik wel denk, is dat ik rechtvaardig de kandidaat ben voor straf. Voor een groot aantal mensen. Ook al heb ik op dat ogenblik geen controle meer over mijn stuur gehad. Dus met andere woorden, controle blijkt ook in deze situatie niet noodzakelijk te zijn om iemand aan te duiden. Niet noodzakelijk voor straf, maar wel, ja, geef eens uitleg. Waarom ben je in de wagen gekropen? Je weet dat je patiënt bent. Je hebt met andere woorden een risico genomen.
En als je risico neemt, als je risico's neemt, dan moet je ook, ben je ook verantwoordelijk voor die risico's. Als die negatieve, onwenselijke gevolgen zich effectief ook voordoen. Maar ik denk dat, om nu af te ronden, ik denk dat eigenlijk precies hetzelfde geldt voor artificiële intelligentie. Voor heel veel AI denk ik dat we niet voor heel veel AI-systemen weten we niet 100% zeker wat de beslissingen zullen zijn. Ik denk opnieuw aan die zelfrijdende wagens, aan AI-systemen zoals die Little Autonomous Weapon Systems. We weten niet precies wat de gevolgen zijn of wat effectief zal besloten worden of beslist worden door dat systeem. Maar natuurlijk, het aantal negatieve onwenselijke gevolgen is niet oneindig groot. We kunnen daar wel over nadenken. En als we een inschatting hebben gemaakt van de waarschijnlijkheid van die gevolgen, kunnen we beslissen om dat AI-systeem wel of niet te gebruiken. Als we het gebruiken, het systeem, omdat we denken dat bijvoorbeeld het gevolg niet zo ernstig is, of negatieve gevolgen niet zo ernstig zijn, misschien ook de kans is niet zo groot. Er zijn een aantal argumenten pro die eigenlijk veel sterker doorwegen dan het onwenselijke negatieve kleine kansgevolg. Maar het kleine kansgevolg doet zich toch voor. Ja, je hebt het risico genomen. Je kan worden aangesproken op het voorkomen van dat onwenselijke gevolg. En dus, je bent moreel verantwoordelijk. Dus, als morele verantwoordelijkheidskloof echt een probleem is, of noodzakelijk een probleem is, wat ik betwijfel, maar daarover heb ik het nu niet. Als het voorvallen van een morele verantwoordelijkheidskloof iets nieuws is, wat ik ook betwijfel, maar daarover heb ik het ook niet, dan nog moet mij duidelijk maken dat er echt ook een gap bestaat. Ik denk dat die gap, responsibility gap, een fictie is. Dat die niet bestaat. Niettemin, ik kan mij vergissen. Dus ik denk dat er zeker 6 morele issues zijn waarover we moeten nadenken, die grondig moeten worden aangepakt, waarover we moeten discussiëren, enzovoort, enzovoort. Maar ik denk dat er geen 7 zijn. Ik denk dat er maar 6 zijn. Er is geen responsibility gap, er is wel een laten we zeggen, een sustainability probleem, privacy probleem enzovoort. Dus de stelling AI is disruptieve technologie. Het is natuurlijk duidelijk dat die heel vaak door optimisten wordt gebruikt. Net zoals de stelling dat technologie neutraal is, wordt zowel door pessimisten als optimisten gebruikt. Het is ook duidelijk dat de invulling die ik gebruikt heb, namelijk AI creëert totaal nieuw probleem, dat het een soort van invulling is die heel populair is bij de pessimisten. Tussen haken, de optimisten zijn meestal de ingenieurs, technologen en ondernemers. De pessimisten, wie zijn dat? De humane wetenschappers, heel vaak filosofen trouwens. Ik denk dat ik bij geen een van die twee hoor, maar ik denk dat dus de AI is disruptieve technologie onjuist is. Geen enkele van de 6 problemen is radicaal nieuw. En het 7 is niet eens een probleem misschien. Maar misschien heb ik het bij het verkeerde eind. Het zou wel eens kunnen dat ik een aantal issues over het hoofd heb gezien. Dat zou kunnen. Dan hoor ik het graag. Of het zou kunnen dat er nu geen issues zijn die disruptief zijn op ethisch vlak, maar dat die misschien wel voorkomen in een x aantal jaar, binnen 10, 20, 30, 40 jaar. Dat is dan misschien een reden om dan een extra hoofdstuk te schrijven. Dank u wel voor het luisteren. De vraag is er geen groot verschil tussen theorie en praktijk? Namelijk, uw uiteenzetting is misschien wel overtuigend en mooi enzovoort, maar de praktijk wijst toch meestal iets anders aan, namelijk, we worden geconfronteerd met algoritmen en machines, maar uiteindelijk verschillen mensen zich daarachter. Ik sta niet in de praktijk, maar ik kan goed inbeelden dat wat jij vertelt, dat klopt. En dat er inderdaad een soort van tendens is om bij onwenselijke effecten zich weg te stoppen. Ik denk dat een van de redenen is, dat soort van uitgangspunt, waar ik me wel bewust ben, en dat een van de redenen is waarom ik eigenlijk hard inzoom op die thematiek van, of een van de thematieken is waar ik hard wil inzoomen op in het boek over morele verantwoordelijkheid. Precies, omdat heel sterk, heel vaak de idee terugkeert, het zijn zij uiteindelijk die de beslissingen maken, het zijn zij die erover, die bepalen wie moet worden aangenomen, wie het lening krijgt enzovoort. Wij hebben er eigenlijk weinig of niets mee te maken. We hebben eigenlijk alleen maar de condities gecreëerd opdat dat systeem zou kunnen gaan functioneren. Wel, mijn idee is, en het boek is in de eerste plaats geschreven niet voor filosofen en humane wetenschappers, maar voor de ingenieurs, voor zij die eigenlijk de dingen maken. Om er meer en meer van bewust te maken van, kijk, dat soort van ideologisch denken bijna, van, ik heb daar, of moreel problematisch denken van, ik heb daar niets mee te maken, is denk ik nonsens. Je hebt de condities gecreëerd, maar dat betekent niet dat je niet verantwoordelijk bent. Je bent wel degelijk verantwoordelijk, precies omdat je die condities hebt gecreëerd. Dus waarom ik eigenlijk, dat aan de ingenieurs probeer duidelijk te maken, is, of het is
Ik heb dat op dat gefocust, of ik wil vooral op dat focussen, omdat het vooral de ingenieurs en de technologen en de ondernemers die ik probeer te bereiken. Niet dat ik denk dat filosofen daarvan overtuigd zijn, maar de filosofen doen meestal weinig, maar in het algemeen, maar ook niet als het gaat over technologie. Ze maken geen technologie. Hetzelfde geldt voor een sociaal wetenschapper of voor een antropoloog. Maar wel degene die echte dingen maken waar wij in het dagelijks leven mee geconfronteerd worden. Ik begrijp heel goed, of denk, als je dat tegenkomt in de dagelijkse praktijk, dan begrijp ik dat heel goed. Een soort van neiging om je handen weg te houden van de onwenselijke effecten van de technologie. Ik denk dat de eerste stelling die ik eigenlijk in het boek behandel, dat heel sterk daarmee samenhangt. Het zijn de dingen die de beslissingen maken, ook even morele verantwoordelijkheid, maar hetzelfde gaat voor de neutraliteit van technologie. Ik heb die technologie wel gemaakt. Ja, maar hetgeen dat ik gemaakt heb, dat is eigenlijk neutraal. Wat eigenlijk telt, is de gebruiker die iets met die technologie doet. En het is de gebruiker, als er iets negatiefs gebeurt, die moet gestraft worden. Niet ik. Wat ik gemaakt heb, is eigenlijk gewoon een stom object. Van een object, ja, daar zit geen waarde aan, er zit ook geen leven in. Dat is uitgerust met een aantal mogelijkheden enzovoort. Maar op zich is dat niet goed of niet slecht. En ik denk dat eigenlijk dat soort van poging is. Ik denk dat er met andere woorden, achter die stelling, namelijk een soort van gap, responsibility gap, of een soort van neutraliteit van technologie, dat eigenlijk vaak niet gestoeld is op goede argumenten. Ik denk dat er gewoon belangen achter schuilen. De belangen van een ingenieur, van een ondernemer, van een CEO, namelijk om zelf uw handen in het niet vuil te moeten maken, om je handen proper te kunnen houden. Technologie is neutraal? Nou ja, tuurlijk, ik hoef voor de rest niet gestraft te worden. Technologie, ja, er is een gap. Goed, dat is zo. Naar mij moet je niet kijken. Ik denk dat dat alle twee onzin is. Technologie is vaak niet neutraal en er is geen gap. Maar natuurlijk, dat lost niet het probleem morgen op. Maar het is wel een van de redenen waarom ik daarop inzoom. Omdat ik er wel van bewust ben dat dat soort van denken heel populair is. Heb ik een antwoord op? Wat ik in het laatste deeltje heb willen zeggen, of willen focussen heb, is... Het zijn twee vragen denk ik, die we uit elkaar moeten halen. Ik denk, waar ik heb op gefocust is er is een soort van kloof. Er is niemand verantwoordelijk. Jouw vraag is misschien niet zozeer, er is niemand verantwoordelijk, maar wie precies is er wel verantwoordelijk? Dat zijn eigenlijk twee vragen. Dus als je zegt, er is geen kloof, dan kun je nog veel kanten uit. Je kunt zeggen, er is iemand verantwoordelijk, er zijn er verschillende verantwoordelijk. Ja, wie precies? Gaat het over de gebruiker? Gaat het over de producent? Gaat het over het bedrijf zelf? Gaat het over een overheid? Gaat het over een aantal personen? Die AI-ontwikkelaar, de ingenieur? Ik denk dat als je over dat soort van... ik kan niet zeggen veel zeer futuristische scenario's gaat, maar in ieder geval nog niet echt doorgedrongen scenario's gaat. Ik denk dat je dan kunt onderscheidingen maken tussen... problemen die zich bij die, als die AI dan geschreven door AI, uiteindelijk wordt ingezet door een gebruiker. Versus een AI geschreven door een AI, waar toch duidelijk ook een ingenieur mee betrokken is. Als er fouten zijn, of een AI-ontwikkelaar, een ontwerper, als er fouten zijn die vasthangen of verbonden zijn met de keuze en de beslissing of de onwetendheid van de ingenieur, dan denk ik dat je wel degelijk de ingenieur kunt aanwijzen. Ik zeg niet dat je die in dezelfde mate moet gaan aanwijzen of dezelfde mate moet gaan straffen als voorheen bij die hyperavanceerde systemen. Maar als er zaken zijn die de ingenieur duidelijk heeft gedaan of niet gedaan, die hij al wel had moeten doen of had mogen doen, dan denk ik dat die ingenieur hier wel nog kunt verantwoordelijk houden. Maar anderzijds zijn er misschien toch ook zaken die je kunt gaan toeschrijven aan de gebruiker. Als de gebruiker een systeem gebruikt of beslist te gebruiken dat wel degelijk ten dele of geheel is geschreven door een ander AI-systeem, dan lijkt het ook aan moeilijk om te zeggen, die gebruiker zelf geeft daar eigenlijk draagt daar geen verantwoordelijkheid. Die man, die vrouw, die wist heel goed dat er bepaalde risico's vasthingen aan het gebruik van dat systeem. Zelfs al is dat systeem niet of nauwelijks of niet geschreven door die mens, maar door een ander systeem. Als iemand iets gebruikt, dan weet je dat er fouten kunnen. Er is weinig of geen technologie die risicoloos is. En dus kun je ook voor dat soort van systemen, zelfs al zijn ze niet gemaakt door mensen of niet nauwelijks gemaakt door mensen, kun je denk ik iemand moreel verantwoordelijk houden. Dus ook hier zou ik eigenlijk zeggen, zelfs al is zulke uitvinding of innovatie radicaal nieuw, namelijk dingen die gemaakt worden niet door mensen, maar door dingen, door andere dingen, dat zal waarschijnlijk onze morele praktijk, we moeten daarover nadenken, we moeten er nog concreter en genuanceerder over nadenken, maar ook dat denk ik dat onze praktijk niet grondig door elkaar zal schudden.
Er zal waarschijnlijk nog altijd iemand zijn die we gerechtvaardigd kunnen aanduiden als een moreel verantwoordelijke. Dat zou mijn eerste reactie zijn. Ik ga me daar een beetje voorzichtig uitdrukken, omdat ik heb denk ik niet voldoende gezegd, maar ik heb het echt over morele verantwoordelijkheid, dus over de verantwoordelijkheid in het alledaagse leven. Wat soms samenvalt, maar niet noodzakelijk samenvalt met juridische verantwoordelijkheid. Dus daarover heb ik het niet. En ik kan mij moeilijk enkel uitspreken over die rechtspraak en over de juridische verantwoordelijkheid. Niettemin denk ik wel dat er een tamelijk wat voorbeelden gevonden kunnen worden waarbij dat echt wenselijk zou zijn om die verantwoordelijkheid ook in de wet te verankeren. Als het gaat over die soort van hyper-avanceerde AI, maar ook al bestaande AI. Dat je wel degelijk iemand voor de rechter kunt brengen wanneer blijkt dat die AI-systemen fouten, misdaden, oorlogsmisdaden bijvoorbeeld hebben gemaakt. Ik denk dat moreel dat daar goede gronden voor zijn, maar ik denk ook dat het in tal van omstandigheden gaat over juridische verantwoordelijkheid. Als er die er niet is, dat die er beter zou gaan komen. Ik denk trouwens ook niet, tegelijkertijd ook niet, dat elke moreel probleem moet gejuridiciseerd worden. Dat er ook zaken zijn die gewoon moet opgelost worden zonder ze in een wet te gieten, zonder ze juridisch afdwingbaar te maken. Dat is trouwens voor heel veel zaken zo in het alledaagse leven. Niet alles wat moreel onwenselijk is, is ook juridisch strafbaar. Liegen en bedriegen bijvoorbeeld is onwenselijk, maar niet strafbaar in relationele context bijvoorbeeld. Maar misschien geldt dat ook voor sommige van die AI-problemen. Misschien niet voor alle problemen, waarschijnlijk niet voor alle problemen, maar misschien ook niet voor alle problemen die moeten echt voor de rechter kunnen worden gebracht. Dus ik denk dat we daar wel moeten over nadenken. Er zijn grote problemen, moeten worden aangepakt, maar het is maar de vraag of die ook juridisch moeten worden aangepakt. Een soort overdreven juridisering van de samenleving lijkt mij denk ik ook niet, ook in het geval van AI, denk ik geen wenselijke praktijk, al was het nog maar bijvoorbeeld voor de ondernemers en voor de bedrijven. Als er duidelijkheid is over de verantwoordelijkheid. Dus de ingenieur moet op een manier het systeem programmeren. Ja. Maar het zit wel voor een beetje dilemma. Ja. En dus een ingenieur heeft het AI-systeem zo geschreven dat in deze bepaalde situatie de auto voor dit effect kiest en niet voor een ander effect. Daar heeft de ingenieur voor gekozen. Dat wil je op zin spelen. Dan lijkt het mij duidelijk dat de ingenieur moreel verantwoordelijk is. Dat betekent dat hij of zij de morele verantwoordelijkheid draagt en dus ook aanspreekbaar is. Hij of zij moet in staat zijn om uit te leggen, te rechtvaardigen waarom je dit of dat hebt gekozen en niet een andere situatie, een andere mogelijke oplossing. En als wij denken dat effect zo ernstig is, zo onwenselijk is dat er moet gestraft worden, dan denk ik dat je reden hebt om die ingenieur ook effectief te straffen. Al dan niet juridisch afdwingbaar. De volkvraag, inderdaad, de verantwoordelijkheid is duidelijk. Ja. Ja. Een keuze van één persoon die groot gaat worden, ontwikkeld gaat. Moet dat gescreend worden door meerdere mensen? Of mogen wij wel die verantwoordelijkheid bij een paar ingenieurs leggen? Ik heb daar nog niet grondig over nagedacht. Maar mijn eerste intuïtie zou zijn dat het onzinnig zou zijn, gevaarlijk zou zijn om dat bij een aantal personen te laten. Dat lijkt mij. Als dat zo. Maar er wordt dat niet echt. Dus het is feitelijk wel degelijk het geval dat het voorkomt. Mm-hmm. Of dat het wenselijk is, is natuurlijk iets anders. Ja, dat betwijfel ik wel sterk. Ja, tuurlijk. Ja. Mijn eerste indruk zou zijn, maar ik moet daar wel echt meer over nadenken, maar mijn eerste reactie zou zijn, dat is, oké, als het feitelijk is, is dat denk ik niet de praktijk of de richting die we moeten uitgaan. Ik denk dat zulke beslissingen, als die wel degelijk een grote impact kunnen hebben, zelfs als het gaat over Spotify, dat die moeten gesuperviseerd worden door andere mensen, en trouwens niet alleen AI-ontwikkelaars, maar ook andere mensen dan AI-ontwikkelaars, vanuit een zo divers mogelijk systeem. Divers mogelijk ontwikkelingsteam. Dus niet enkel de techneuten, enfin de ingenieurs en de AI-ontwikkelaars zelf, maar ook mensen die daar anders over nadenken, op een minder technische niveau. Dat is een goede vraag. Ik kan niet direct een technologie, slim of niet slim, bedenken dat een voor het eerst een nieuw issue heeft veroorzaakt. Alhoewel dat het issue van massavernietiging wellicht wel een issue is dat door technologie, militaire technologie, chemische, biologische, kernenergie enzovoort veroorzaakt is. Dus dat is een ethisch issue, een moreel issue, massavernietiging, globale extinctie van de mens. Dat is waarschijnlijk een moreel probleem. Enfin, dat is echt een moreel probleem. En dat denk ik, dit is echt voor het eerst
opgerezen door technologie, zou je kunnen zeggen. Maar als dat waar is, dan is het ook duidelijk dat dat niet verandert door AI. AI kan wellicht ook op grote schaal massavernietiging realiseren, maar dat geldt ook zo voor chemische en biologische wapens. Maar of er daarnaast, naast dat dramatische voorbeeld, nog andere voorbeelden zijn. Ik kan daar niet direct aan antwoorden, maar misschien zijn er andere mensen in. Dus ik bedoel, ik ben niet de kenner eigenlijk van die technologie. Zijn er voorbeelden? Ik zou denken aan de verder doorgedreven industrialisering, die eigenlijk alle resources op aarde op heel korte tijd opsommeert. Dus kunnen zien als een morele verantwoordelijkheid. Ja, dat is zeker. Maar ik denk dat meneer zijn vraag ergens was, zijn er naast die AI-dingen die ik hier heb gemeld, zijn er andere technologieën dan AI die wel voor het eerst een moreel probleem hebben gecreëerd? Dat denk ik dat de vraag was, hè? Ja. Ja, in de toekomst waarschijnlijk wel, maar zijn er ook in het verleden nog voorbeelden van morele problemen die nieuw waren door technologieën, buiten massavernietiging? Maar ja, massavernietiging, ik wil dat nu niet minimaliseren, hè, maar... Ja. De enorme ontwikkeling in het Westen, die zorgt dat er een grotere globale ongelijkheid is, en ja, dat daarmee rekeningen beginnen ook waarvoor dat niet bestond, dus was er daar ook geen probleem. Technologie die voor een soort ongelijkheidskloof heeft gezorgd. Ja, dat zou betekenen dat er geen ongelijkheid was voor technologie, voor bepaalde technologieën. Dat lijkt me al sterk, denk ik. Ik kan al denken, mijn eerste reactie is, ja, de Griekse samenleving, dat was niet bepaald een gelijke samenleving. Maar dat had weinig of niets te maken met technologie. Waarover heb je het precies, concreet? Over het zeer grote verschil eigenlijk dat is ontstaan. Nee. Concreet? Welk verschil tussen inkomen bijvoorbeeld? Of? Ja, er zijn wel verschillende dingen dat we niet door elkaar mogen gaan. Armoede is niet gelijk aan ongelijkheid. Hè. We kunnen een heel ongelijke samenleving die niet arm is. Of dat zonder dat er armoede is. Maar goed, je hebt het over echt financiële inkomensongelijkheid. Jij wil waarschijnlijk iets toevoegen? Of? Ja, wat is het probleem precies? Ja, ik kan me voorstellen dat dat een nieuwe vraag is, die geïnduceerd is, die ontstaan is door die bepaalde technologie. Maar ja, ik denk dat je verwijst naar privacy hier. Ja, dat ongetwijfeld, een superbelangrijk probleem, die heel interessant is trouwens. Maar goed, ook daar zou ik zeggen, dat is discriminatie is geen, en privacy en ongelijke behandeling en door gebruik van... kenmerken van of gegevens van mensen is denk ik weinig nieuw aan. Ook al is de technologie nieuw en de vraag is, zijn er nieuwe morele dilemma's? Maar de thematieken die ik hier zie, privacy, misbruik, ongelijke behandeling, discriminatie, dat zijn geen nieuwe thema's, zou ik zeggen. Maar ik begrijp wel dat het dilemma iets nieuw is, hè? Dat begrijp ik wel. Maar het soort van morele waarden die daar in het geding zijn, lijken mij niet nieuw te zijn. Ja, ik denk, dat is een goede vraag. Goed, Mark, ik denk dat de vraag was, als ik jou goed begrepen heb, welke nieuwe issues, welke morele problemen zijn ontstaan in het verleden door technologie die eventueel AI is of niet AI is. En ik denk dat het voorbeeld dat jij geeft, jouw persoon achter jou, ja, iets nieuwe technologie is, die nieuwe issues met zich meebrengt, nieuwe vragen met zich meebrengt, maar ik denk dat de mogelijke problemen die kunnen opduiken in die context waarover moet worden nagedacht, die nieuwe aanpassing misschien vergen, maar dat de problemen zelf niet nieuw zijn. In de zin van, het gaat hier wel degelijk over veiligheid, privacy, discriminatie. Wel drie issues zijn die in een nieuwe context terugkeren, maar die wel ouder zijn dan die context waarin ze nu terugkeren. Ja, mijn vraag is niet, zijn er waarden of problemen, of zijn er waarden die vroeger nog niet zijn aangetoond? Mijn vraag is, creëert AI totaal nieuwe problemen, die vroeger er nog niet waren? Dat is mijn vraag. Dus mijn vraag gaat niet over de morele waarden, mijn vraag gaat over de problemen die door technologie worden gecreëerd. Of door morele waarden die in vraag worden gesteld of geproblematiseerd worden door artificiële intelligentie. Ja,
Daarover gaan we even. Dus als je de link maakt tussen de ethische morele problematieken en AI ligt gewicht bij mijn vraag niet bij de ethische problematieken, maar wel bij de problematieken die door geïnduceerd worden of eventueel geïnduceerd worden door technologie, door artificiële intelligentie. Dus het kan zijn dat er inderdaad problemen zijn die niet aangeraakt zijn of morele waarden niet aangetast worden door artificiële intelligentie. Dat kan, ik besluit dat niet uit. Maar daarover gaat het eigenlijk bij mij niet. Ook al vind ik dat interessant en relevant, maar daarover gaat dat denk ik dat niet veel afdoet aan die zogezegde disruptiestelling of de ondermijning daarvan. Ik kan me niet direct iets voor de geest halen, althans niet op ethisch vlak, maar ik sluit het uiteraard niet uit. Het enige wat ik doe is nu kijken naar hetgeen wat bestaat er aan technologie. Dat is het ene dat ik doe en het voordeel is dat ik een beetje iets weet van de ethische of de geschiedenis van ethische denken en morele praktijken en morele intuïties. En wat blijkt als je die twee aan elkaar koppelt, dan blijkt dat er inderdaad verschuivingen zijn. Dat AI een aantal verschuivingen met zich meebrengt en bepaalde problemen gewoon uitvergroot en op grotere schaal. Er is een privacy issue dat duidelijk op grotere schaal voorkomt. Er is een bias issue dat op grote schaal nu voorkomt, maar dat eigenlijk gewoon een soort van intensivering is van iets wat eigenlijk al langer bestaat. En een bepaalde probleem van bias, van discriminatie enzovoort, is iets dat uiteraard niet tot onze natuur behoort, dat lijkt wat de nozel te zijn, maar toch wat tot de morele praktijk behoort, of de praktijk waarin dat mensen werken behoort. En dat wordt gewoon uitgevoerd en versterkt en geërfd, laat ik het zo zeggen, door artificiële intelligentie. Dat is het enige dat ik doe, maar ik sluit tegelijkertijd dat niet uit dat er in de toekomst wel nieuwe dingen zouden zijn. Dat sluit ik niet uit, maar wat precies, daar kan ik nu echt niet op antwoorden. Dat weet ik niet. Maar ik sluit het uiteraard niet uit. Dat zou wat nozel ook zijn, zou wat raar zijn ook. We hadden nog een bedankje voorzien. Dank u wel. Het zit even actief in de kast. Dank u wel. Merci. Dank u wel. Dank u wel voor uw aanwezigheid en ook voor de vragen. Het zijn zeker twee vragen dat ik wel wil verder over nadenken. Dus, dank u wel.